Een combinatie van wortel, ui en aardappel. Ieder jaar op 3 oktober eet de Leidenaren hutspot met klapstuk. Maar waar komt deze traditie nou eigenlijk vandaan? Om op die vraag antwoord te krijgen, moeten we terug naar het jaar 1574, toen de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog nog de baas waren. Leiden was een belegerde stad, dat was dus honger en dat was ontberingen. Bovendien heerste de besmettelijke ziekte. Kortom, het was een grote ellende na die maanden van beleg. Ja. De situatie was destijds zelfs zo nijpend dat de toenmalige burgemeester van Leiden, Pieter van der Werf, zijn eigen lichaam zou hebben aangeboden aan de bevolking. Eten heb ik niet, maar ik weet dat ik eens moet sterven. Als je dan door mijn dood geholpen zijt, slaat de handen aan dit lichaam, snijd het in stukken en deel het uit, zo ver als mogelijk is. Het is een heel mooi verhaal. Een van de vele mythes tijdens het beleg. Of dat gebeurd is, is maar de vraag. Wat in ieder geval wel gebeurde, was dat de watergeuzen de dijken doorstaken. De weilanden rond Leiden liepen onder, waardoor de geuzen konden oprukken naar de stad. Terwijl die Spaanse huursoldaten, ja, die zaten daar met natte voeten in de kou in oktober. En die vonden dat niet zo prettig meer en die maakten op een gegeven moment benen daarvoor. De Spanjaarden die haasten zich dus de stad uit. Maar waar komt dan die hutspot vandaan? Het verhaal gaat dat toen de Spanjaarden waren weggevlucht uit Leiden, een weesjongen, Cornelis Joppens, op 3 oktober ging kijken of de kust veilig was. Bij een door de Spanjaarden verlaten schans, dat was een soort kamp, trof hij een pot met hutspot aan. Toch blijkt het verhaal over de weesjongen, die zelfs een standbeeld kreeg, verzonnen. Cornelis Schaak, een soldaat, een gewone soldaat, die heeft dat gevonden toen hij op 3 oktober het kamp van de Lammenschans doorzocht. En die hutspot heeft hij meegenomen. De hutspot die in 1574 werd gevonden, leek nog in geen enkel opzicht op de hutspot die we nu kennen. Aardappelen hadden we toen helemaal nog niet. Waarschijnlijk, nou bijna zeker, zaten de pastinaken in. Het is een vrij groot soort wortel. Daarnaast is de bereiding van het vlees veranderd. Het klapstuk. Waar deze vroeger nog in stukjes met de hutspot werd gemengd, wordt deze tegenwoordig apart bereid. Hutspot is door de jaren heen dus behoorlijk veranderd. En we zullen zien wat de pot over 100 jaar schaft. Smaakt goed.